Hi internet, gelukkig 2015. Ik wens jullie echt het beste doen vanuit mijn hart. En ik hoop dat 2015 jullie jaar wordt, want jullie zijn echt zo schattig. En ik hoop dat 2015 nog geweldiger gaat worden. Dus ik wens jullie geweldigheid toe. Dus dit is een video over mijn bucketlist voor 2015. Een bucketlist is eigenlijk een lijst met dingen die je wilt doen voordat je doodgaat. Maar ik wil deze bucketlist in 2015 af hebben kunnen strepen. Eerste ding bij mij op de bucketlist is naar Londen gaan. Ik wil zo lang al naar Londen gaan. Ik wil de London Eye zien. Ik wil gewoon die rode bussen zien. Ik wil die telefooncellen zien. Ik wil gewoon Londen zien en ik hoop dat ik dit jaar naar Londen kan. Nummer 2 op mijn bucketlist is gezonder eten. Want ik eet heel veel koeken en heel veel chocola en heel veel andere ongezonde dingen. Dus ik moet meer fruit eten en meer groenten. Dus ik ga proberen gezond te eten. Dit is niet om af te vallen. Ik wil gewoon gezonder eten, waardoor ik mij gezonder ga voelen, waardoor ik langer leef. Want gezonde mensen leven langer. Ik zou dit jaar eigenlijk minimum 17 boeken willen lezen, want ik word dit jaar 17. En ja, ik zou graag 17 boeken willen lezen, want ik lees heel weinig boeken en ik zou eigenlijk meer willen lezen. Dus mijn ding is voor dit jaar minstens 17 boeken. Hopelijk lukt dat. Ik zou ook heel graag alle Friends seizoenen dit jaar hebben gezien. Ik heb seizoen 1 eigenlijk vorig jaar gezien, dus dat kan ik al afstruipen. En seizoen 2 ben ik nu mee bezig. Dus heb ik nog 8 seizoenen na seizoen 2. En heb ik alle Friends seizoenen gezien. En dan ben ik een echte Friends fan. Voor dit jaar zou ik ook heel graag een nieuwe hobby willen hebben. Zoals yoga of zumba of ik weet niet, gaan bungee jump of paardrijden. Ik gewoon iets nieuws wat ik kan proberen. Een nieuwe hobby, waardoor ik een nieuwe ervaring krijg. En mijn laatste ding op de bucketlist is meer ervaring opdoen. Want ik ben zo iemand die heel veel thuis zit, niks te doen buiten te studeren en zo. Dus ik wil nieuwe ervaringen opdoen. Dus ik ga misschien een keer gaan wandelen. Of een keer fietsen, want ik fiets nooit. Of een keer iets nieuws doen, waardoor ik nieuwe ervaring opdoen. Waardoor ik meer te vertellen heb en een spannender leven heb. Ik wil gewoon een spannender leven. Zo, dat waren mijn bucketlist dingen voor 2015. Heb jij bucketlist dingen voor 2015? Laat het dan weten in een commentaar beneden. Vergeet zeker niet een groen duimpje te geven als je het leuk vond. Volg mij ook op al mijn sociale media. Links staan in de beschrijving. En vergeet zeker niet te abonneren voor elke week een nieuwe video van mij te hebben. En dan wens ik jullie een spetterend 2015 toe. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye! Bucketlist, bucketlist. Like a candle in the wind.